Goedemorgen. Heerlijk wakker worden in bed en breakfast Oud Kwadijk. De bekende B&B naast de watertoren van Kwadijk. Van Kwadijk naar Kwadijk. Geboorteplaats van BN'ers zoals Manuela Kamp, Jan Sanders en de beste makelaar van Nederland, Willem Tromp. Een prachtige halve stolpvilla, nieuw gebouwd in 1997. Een waar paleis, vandaar het torentje aan de zijkant. Kwadijk is de verbinding tussen twee polders, de Purmer en de Beemster. Ja, Kwadijk noemen ze ook wel het Hollywood van Purmerend. Ik snap wel waar die benaming vandaan komt, want met zo'n uiterst luxe woning waan je hier in glamour. Zo kwamen we hier uit de Hall of Fame met een directe verbinding naar de grandioze woon-eetkeuken. Een keuken in fijne opstelling met granieten blad. En ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar dit is er weer zo een. Wat een fantastisch uitzicht. Een heerlijke, riante, tuingerichte woonkamer die warm is als hij warm moet zijn en koel als hij koel moet zijn. Een hartstikke speelse villa waar van alles wordt gecombineerd. Zo hebben we een halve stolp daar, een uitbouw hier, toren daar, maar bijvoorbeeld ook klassieke lijsten en rustieke details. De voormalige garage is omgetoverd tot een prachtige, creatieve ruimte. Een vast raam in plaats van een garagedeur. Dat houdt het licht en luchtig. Déjà vu. Ik zal jullie niet te veel vervelen met technische details, zoals dat de cv-ketel recent is geplaatst of dat de B&B een aparte cv-installatie heeft. Want ik hou het liever simpel, zoals dat we hierboven drie slaapkamers hebben, maar twee badkamers. Leuke torenkamer. Die kamers zitten vol met leuke details, zoals de bedsteden. Prachtige designbadkamer, grote raampartijen en deze speelse raamluiken. Zolder houden jullie voor mij te goed, want het is buiten net zo mooi als binnen. Welcome to Sunset Boulevard. Een heerlijke veranda voorzien van heaters, die je met dit stralende weer niet nodig hebt. Met een tuin op het zuidwesten schijnt namelijk altijd de zon. Wat een buitenplaats. Het is hier ook net of je in het buitengebied woont. Maar ga het viaduct onderdoor, stap op de bus en ben met een half uur in Amsterdam. Nou, huizenzoekers, je ziet het Hollywood van Purmerend. The show must go on. Kom genieten.